Dit is een heel spannend ikje. Watertoren, daar heb ik een paviljoen geplaatst en dat is nu mijn tekenruimte. En dit paviljoen hebben we een jaar of vier geleden op de grond gebouwd en in één keer op de toren geplaatst. Het is een rijksmonument, dus het kan er ook weer zo af. Deze toren is gebouwd in 1939, ook mijn bouwjaar, dus net voor de oorlog. Toen ik laat Amsterdamse school. Het heeft tot 15 jaar geleden echt tot watertoren gediend. Daarna is het Centrum Beeldende Kunst hierin gekomen, heeft er een aantal tentoonstellingen gemaakt. Toen is de toren vrijgekomen. De CPK ging weer terug naar de stad. En hebben mij gevraagd om deze toren verder te ontwikkelen. Ja. En vandaar dat we hier zitten op het dak van de toren. Want dat was voor mij natuurlijk heel belangrijk. Ik kwam van Schouwen-Duiveland. Ik zat eigenlijk op de mooiste plek van Zeeland. En een hele spannende plek. De zee, duinen en het agrarische land. Daartussen zat ik. Daar hebben we een plus-min gebouw geplaatst. En het plus-min gebouw hield in... We vroegen kunstenaars om daar een periode te werken, in de min te werken en in de plus te exposeren. Op een gegeven moment ging dat niet verder op Schouwen-Duiveland. Ik moest daar weg. Ben ik op verschillende plekken bezig geweest. Ik had een mooie plek in Duitsland gevonden, direct aan de Rijn. Dus alle energie van Duitsland kwam voor mijn deur voorbij. Het was een oud stukje kasteel. Toen belde ineens Vlissingen me op dat de toren vrij kwam en de toren kende ik, prachtig gebouw, met heel veel ruimtes daarin, wat nu mijn atelier is, maar ik vond de tuin, de omgeving te klein. Het was een kleine hectare en ik had plannen, want op Schouwen-Duiveland had ik een plus-min gebouw, hier wilde ik een ik-gebouw en dat eigenlijk in dezelfde formule als het as de plus-min. Maar dat, ik had de ruimte niet. En uiteindelijk ben ik toch gaan tekenen. En Vlissingen gaf me heel veel vrijheid. Politiek gezien wouden ze me graag hier hebben. Dus dat voelde ik aan alle kanten. Later bleek dat wel iets minder te zijn. Maar op dat moment, ze waren zo hebberig om mij hier te krijgen, dat ik daar eigenlijk daarin meedenken kan. En je bent dan toch zo creatief als beeldhouwer, dat je de dingen tot zijn plek krijgt, dat je in die ruimte van een hectare, dat je dan toch die dingen zo kan schuiven, dat het één totaal beeld wordt. En dat heeft eigenlijk het hele terrein opgeleverd. En het is op zich natuurlijk een heel belangrijke plek. Het is een plek waar alle energie van Zeeland bij elkaar komt. Je zit hier aan de Rijksweg. Het wordt omringd door sloten. De trein komt hier voorbij. De vliegtuigen vliegen hier overheen. De Schelde gaat hier langs. Je ziet daar rechts zie je de zee. Dus alle elementen van lucht die belangrijk voor je zijn, gewoon mij als kunstenaar, een kunstenaar die met energie werkt, zit hier op één punt. En dat roept toch een spanningsveld op waar ik iets mee kan. En misschien zouden anderen juist dat niet willen, maar voor mij is dat heel belangrijk. En het blijkt nu ook te functioneren. Zeker als ik merk wat er in de stichting gebeurt. Als kunstenaars die komen werken, wat er gebeurt. Ze worden geïnspireerd, ze willen graag. Ze staan eigenlijk in de rij om hier iets te kunnen doen. Dit is mijn werkruimte. Dit is de ruimte waar ik het meest ben, waar ik mijn beelden in elkaar sleutel en afbreek en weer opbouw, tot het op een gegeven moment zover is dat het naar een tentoonstelling kan. Wat je hier ziet zijn
uitslagen, grafiek van een EEG, van mijn hoofd. Ik heb in 1995 een EEG laten maken. Want daar zitten zoveel prachtige lijnen in ieders hoofd die ik zou kunnen gebruiken. Dus dat is weer die ik. Het is ik die terugkomt. Het is eigenlijk een vertaling puur wat in mijn hoofd gebeurt. Hoe ik denk, hoe ik voel, hoe lief of hoe agressief ik ben. Het kwaad in me, het goede, en alles komt hier samen. Hier zie je een stuk van het EEG. Daar neem ik een klein stuk uit. Vergroot dat uit. En kan dat eindeloos door blijven vergroten. Dus dan worden die uitslagen worden steeds groter, worden ook ronder. Dat scherpe gaat er weer af. Maar het blijft wel dat minuscule dat in je hoofd gebeurt. Die elektrische schoks, die worden omgezet eigenlijk in neon. En dat neon, dat licht, is exact toch hetzelfde wat in mijn hoofd gebeurt. Hier heb ik een ikje, dat heb ik voor de stichting Ik gemaakt. Dus tenslotte moet de stichting ook aan zijn geld proberen te komen. En het is eigenlijk een heel mooi ikje. En dat heet Het Vrolijke Ikje. De stichting Ik houdt in twee gebouwen, een I en een K, waar kunstenaars worden uitgenodigd om een periode te werken, in dit geval zo'n 6-7 weken, en in de kaart te exposeren. En dat, dat levert toch prachtige tentoonstellingen op. En die tentoonstellingen hebben toch heel veel met het gebouw te maken, met die omgeving, de relatie tussen het gebouw en de kunstenaar. En de kunstenaar wordt hier op deze plek geïnspireerd. Ook de omgeving werkt er natuurlijk heel sterk in mee, maar vooral ook het gebouw. Ze voelen dat ze in hun ik zitten en ze proberen hun ik te ontdekken. Ja, het eiland, het ik-eiland, houdt in, wat ik net al zei, je hebt de wegen eromheen, de schelden, dus het wordt omringd door van alle kanten de energie eromheen gaat. Daar binnen heb ik een dijk geplaatst en in die kuil staat het ikgebouw. Maar niet alleen het ikgebouw, ook het hoekgebouw, de opslagruimte, het huis waar ik woon, want in de toren mag je niet wonen. Dus al die elementen heb ik op dat eiland geplaatst. En je beleeft het ook als je het van bovenaf ziet, zie je ook heel duidelijk de vorm van het eiland. Het is een eiland op een eiland. Dit is een doofhuis. En een doof huis houdt in dat je aan deze kant, dus de kant eigenlijk waar de Rijksweg is, de autobaan, dat daar geen ramen open mogen. Toen heb ik verzonnen dus om een schil om dat huis te plaatsen, dat je achter die schil de ramen wel open kan zetten. Want dit is op de tuinkant. En je wil natuurlijk vanuit je huis met de tuin samenleven. En dat is een belangrijke plek. En dat moet allemaal in elkaar grijpen. En het bijzondere van deze schil, je kan die schil openzetten. Dat betekent theoretisch dat je de ramen erachter weer moet sluiten. En dan mag je het pas openzetten. Maar dat is theorie. In de praktijk maakt het natuurlijk niks uit. Het huis is geïnspireerd op het watervat. Het heeft net een maat groter. Dus eigenlijk de binnenschil is eigenlijk de maat van het buitenvat. Maar dat was in verhouding net iets te klein om te wonen. Dus we hebben een iets uitgedijkt. De maat, de hoogte, alles. Je krijgt toch het gevoel, ook als je erin leeft, dat je in het vat leeft. En nu ben je in het huis en krijg je inderdaad het gevoel dat je helemaal alleen bent. Het is doodstil hier. Dus het dove huis functioneert. Het is ook prachtig, dit huis. De ronde wanden. Maar daar tegenover weer de rechte wanden, de horizontale, de verticale lijnen. Ja, in de jaren 80 was ik enorm met plus-min bezig, wat in de jaren 90 de ik werd. Maar in dit huis kom je echt plus-min nog tegen. Dat is eigenlijk een stukje wat ik uit mijn oude periode heb meegenomen en vertaald heb als ramen in deze woning. Dit is het hoekgebouw. De wanden zijn opgenomen in de geluidswand. En daar worden kleine tentoonstellingen gehouden van mensen die kunst verzamelen. Dus de kunstenaar die in het ikgebouw werkt, die vraagt tevens een verzamelaar om zijn collectie te laten zien.
dat mensen ook het gevoel hebben dat kunst niet alleen is om naar te kijken, maar dat het ook prettig is om zelf thuis te hebben. We staan nu hier in het I-gebouw en dit is de plek waar de kunstenaar werkt, slaapt, eet, drinkt en zijn creativiteit tot ontwikkeling brengt. En wat hij in die 6 weken maakt, dat hij hier is, exposeert hij in de K, waar we dadelijk naartoe gaan. Het mooie is van die ruimte hebben we zo open mogelijk gelaten. De toiletten zijn niet in de ruimte, die hebben we erbuiten geplaatst. Zijn bed hangt aan het plafond. Dat kan hij s'avonds laten zakken. Nu ziet het er enorm opgeruimd uit, maar dan is het, als een kunstenaar hier bezig is, een enorme chaos. We zijn nu in het K-gebouw en de kunstenaar die in de I heeft gewerkt, die heeft een week of 4 geleden is die hier klaargekomen met zijn installatie. En zijn installatie houdt in, eigenlijk heel spannend. Hij heeft zich echt laten inspireren door de ik en zijn eigen ik ook daarin teruggebracht. Dus hij heeft als een soort enorme klok heeft hij rondgelopen met weegschaaltjes, met instrumenten op zijn arm, op zijn hart. Dat alles heeft een grafiek opgeleverd. En die grafiek die heeft hij geprojecteerd in die K. Dat kan je hier echt prachtig zien. En die grafiek heeft hij weer vertaald in aluminiumlijnen. En dit is een enorme wolk geworden. Eigenlijk een pure schoonheid. Ik kan hier alleen maar jaloers op zijn. En het is een cadeau gewoon dat je krijgt als een kunstenaar hier werkt. En dat er zoiets bijzonders uit voortkomt. Echt een meesterwerk. Het meest ideaal was natuurlijk dat als ik het ik-gebouw midden op het eiland Walcheren had gezet. De ik van Zeeland. En dat had ik het mooiste gevonden. Als je dan met een vliegtuig eroverheen komt, dat je daar is het hart, daar is de kern, daar is de ziel van Zeeland. En dat is natuurlijk een droom van een kunstenaar. Dat is niet altijd te verwezenlijken. Maar nu ben ik wel bezig om in Duitsland een plek te vinden om een ich te plaatsen. Een moor in Frankrijk. En een io in Italië. En als ik dat voor elkaar krijg, dan hebben we natuurlijk een prachtig... prachtige lijnen die elkaar verbinden, wat over kunst gaat, waar kunstenaars kunnen werken en wat eigenlijk een heel nieuw aspect kan geven binnen die beeldende kunst.